gewoon luisteren naar mezelf en ik weet wat ik kan. Dus dat moet ik ook doen. Gravenberg, will he go for goal? He does! Sensational! Gravenberg zoekt en vindt de treffer. Eleganza di Gravenberg, klasse 2002. Talento fantastico. And that is a job brilliantly done. Gravenberg, en dan zit hij erin. Schitterend doelpunt. Als achtjarig jochie kwam Ryan Gravenberg naar Ajax. Na vele prijzen met zijn club, individuele trofeeën en een aantal indrukwekkende records, is het voor de 20-jarige dromer van toen tijd om zijn vleugels uit te slaan en het Amsterdamse nest te verlaten. Het einde van een tijdperk. Hoe voelt dat? Ja, toch wel een beetje, ja, een beetje raar. Ja, je hebt toch wel je hele leven bij Ajax gespeeld. En dat je dan nu een stap gaat maken naar een andere club, is toch wel een beetje een raar gevoel. Dat je toch je teamgenoten niet meer gaat zien. De trainers, gewoon de fysio's, iedereen. Ja, je gaat ze allemaal achterlaten. Je hebt ooit gezegd, als voetbal niet lukt, heb ik geen plan B. Nou, we zijn aardig op weg. We zijn goed bezig met voetbal, dus... die plan B is nog steeds niet nodig. Wanneer ben je voor het eerst echt serieus gaan denken aan een vervolgende stap? Dat was toch wel vorig jaar, zeg maar, een beetje eind van het jaar. November, rond december zo. Toen ging ik wel nadenken van, misschien is het wel mooi om een stapje na te maken. Was dat misschien een beetje het gevoel dat je een soort van klaar bent bij Ajax? Klaar wil ik niet zo zeggen, maar ik voor mezelf had ik gewoon het gevoel, ik wil gewoon een nieuwe uitdaging. Ja. En dat is Bayern München geworden. Wat dacht jij bij Bayern München toen je zaakwaarnemer zei van het is Bayern, ze zijn concreet? Ik dacht wel, zo, Bayern München is geen slechte club natuurlijk. Dus ik dacht wel van, Bayern München, wel een mooie club. Dus ging ik er wel voor nadenken. En, uiteindelijk zit ik hier met mijn afscheidsinterview. Wat voor plannen hebben ze met je? Wat voor plannen? Dan moet ik dat goed vertellen. Want ik heb vaak gezegd dat ze een goed plan hadden. Maar ze hebben in principe... ze zien me als gewoon links en rechts controleur en... Ze zien me als een goede speler, dus het is aan mij om te laten zien dat ik dan een weg vind om basisspeler te worden. Ik weet van mezelf dat ik wel goed kan voetballen, dus daar zijn ook een hoop goede spelers. Dus het ligt uiteindelijk aan jezelf. Als je gewoon vertrouwen in jezelf hebt en dat je het laat zien dan, dat ze trainen bijvoorbeeld niet om je heen kan, dan word je vanzelf basisspeler dan. Bij Bayern München zal Gravenberg moeten wennen aan al het nieuws om hem heen. Gelukkig is er één bekend gezicht. Nusair Masraoui zal opnieuw teamgenoot zijn in Duitsland. Ja, ik vind het wel leuk. Natuurlijk, je maakt nu een stap en dan meestal ben je dan alleen. Maar nu ben ik zeg maar met Nus. Dus het is wel lekker om Nus ook bij Bayern München te hebben. Ik ben Ryan Gravenberg. Ik speel in de E1. Ik ben 10 jaar en ik speel rechtsaf. Gravenberg hier, krijgt de bal van Brobbie, geeft hem terug en die kopt hem prima binnen. Tweede helft hier met het doelpunt van Ryan Gravenberg. Sterk begint meteen weer. Ik dacht wel dat ik meer zou halen. Ben je er normaal gesproken heel goed in? Nee, niet echt. Niet echt. Gravenberg, Ryan Gravenberg, probeert het maar eens. Ja, gaat voor mijn gevoel wel goed. Ja, ik speel goed. Ryan Gravenberg zit aan huis op 1-0. Ja, gaat wel goed voor mijn gevoel, ja. Gravenberg, en die maakt het al heel vroeg in de wedstrijd 1-0 voor Ajax. Daar is het doelpunt van Gravenberg. Prachtig gespeeld. Met gelukje bij Gravenberg. Die profiteerde er wel dankbaar van. Hij
je zelf al een beetje een vermoeden? Ja, ik moest daar bij die blauwe prullenbak gaan staan. Toen had ik al een gevoel van dat ik naar voren zou moeten komen. Dus ik ben super blij dat ik deze trofee in ontvangst kan nemen. Super mooie momenten gehad. Echt. Als ik daarop terugkijk, ja. Mijn eerste buitenlandse toernooi. Dat was Broby bij. Telen was erbij. Oh, wie nog meer? Tony Ramadan was er ook nog bij. Bijvoorbeeld kampioen in de onder 17. Of Youth League spelen met de onder 19. Ja, dat zijn allemaal de mooie momenten. En weer Gravenberg. Gravenberg lepelt die bal over de muur in de goal. Hier de kans. Keeper verwerkt de bal niet goed. Dan is daar weer Ryan Gravenberg en hij maakt zijn hattrick en zet Ajax opnieuw op voorsprong. Alles wat ik heb meegemaakt in de jeugd bij Ajax, hebben me wel gevormd tot de speler en persoon die ik nu ben. Ja, wat heb je echt geleerd in de jeugdopleiding qua persoonlijkheid? Dat je altijd jezelf moet blijven. Ja. Ja? Ja. Toch wel altijd jezelf blijven en sowieso ook jezelf blijven geloven. Van wie heb je het meeste geleerd in de jeugd? Dat is een goede vraag. Dat is toch wel, ja, als trainer zijn is denk ik, in de onder 17 van Gerry Fink. En waarom? Ik was eigenlijk, tot aan de onder 17. Mijn vader zei ook altijd tegen me, je moet rennen, je moet altijd rennen. En ik was meer, ik heb een nonchalante houding, dus ik ging wel aanvallen, maar niet verdedigen. En toen ik bij Gerry Fink kwam, toen heeft hij me wel voor mijn koffer gegeven en heeft hij gezegd, vanaf nu ga je werken. En daarna is het goed gegaan. Hij stond er onbekend, hè? Jongens aanpakte. En, wist je toen je bij hem kwam dat je dacht van moet ik gaan oppassen? Ja. En uiteindelijk heeft hij me mijn kop gegeven. En daarna is het wel goed gegaan, ben ik hard gaan werken. En, alles ging me best makkelijk af. En totdat ik bij Gerry Fink kwam. En daar was het alleen maar training ook. Voorbereiding onder 17, weet ik nog. Loopoefeningen gedaan. Niet normaal. Dat vergeet ik nooit meer. Ja, mijn leider in de E1, weet ik nog. Wie was dat? Dat was Ed. Ed Oudhuis, als ik het goed heb. Ja, die maakte altijd mijn veters vast. En wanneer hij mijn veters vastmaakte, dan scoorde ik altijd. Hij had van gauw handen gewoon. Dus door hem heb ik ook doelpunten gemaakt. En dat ga ik ook nooit meer vergeten. Hoi Ryan, de trainer Dennis hier. Hoi Ryan. Hey Ryan, goeiedag. Hoi Ryan. Kleine dromen uit de eetjes. Hallo Ryan, hier Peter. Hey slangetje. Goedemorgen Ryan. Hallo Ryan. Ryan, die veter zit vast. Dat heb ik veel gedaan toen in 2012, 2013. Wat is het eerste wat in je naar boven komt? Is dat toch wel het toernooi Modelito? Ja. Uiteindelijk een knotsgekke finale waarin we 2-0 voorkwamen, 2-2, 3-2 achter. En Brian die in de laatste minuut 3-3 maakte. En we met penalties verloren. En tranen met tuiten. We hebben een aantal keer met elkaar samengewerkt, zowel in de jeugd van Ajax als bij het Nederlands elftal, onder 16, onder 17. Daar heb je ook je prijzen gewonnen. Ja, als we bijvoorbeeld wel eens een toernooi speelden, dan kon je wel eens op het veld staan en dan stond je nog wel eens naar de andere helft te kijken, naar de wedstrijd die zich daar afspeelde. Ons eerste evaluatiegesprek, die was gaaf voor mij. Waarin Joost van Dam tegen je zei dat je misschien wel af en toe aan het slapen was. Je vader dit volledig beaamde. En ik geloof 5 minuten tegen je aan het zeuren was, dat hij dat zo vaak al tegen je gezegd had. Die veter ging een eigen leven leiden. Elke keer als ik die veter vastmaakte voor je, scoorde je. En jij ging helemaal geloven dat je alleen nog maar kon scoren als die veter door mij werd vastgemaakt. En nu een hele mooie volgende stap. Naar een van de grootste en beste en succesvolste clubs, misschien wel ter wereld, Bayern München. Ik blijf je volgen. En ik ben trots op je. En nooit is nooit genoeg.
Neem dat altijd mee en succes is een manier van leven, Ryan. Ik heb het je al zo vaak verteld. Heel veel succes en doei, doei, doei. Ontzettend veel succes voor jou en je familie. Blijf zoals je bent, zoals ik je ken. Geniet ervan. En ik weet zeker dat met de steun van de mensen om je heen, je familie, dat het helemaal goed gaat komen. Ik ben apen trots op je. En ik vind het geweldig. Bedankt voor de mooie tijd samen. Veel plezier en succes in München. En je weet het, die Veter, behalve als je tegen Ajax speelt, straks in de Champions League een keer, dan maak ik hem wel graag vast, maar dan aan beide Veters aan elkaar vastgeknoopt. Maar voor de rest gun ik je alles. Ik kan alleen maar zeggen, heel veel plezier. Doe je best. Geniet ervan in Duitsland. Ik weet zeker dat je daar gaat slagen. Ook met de steun vanuit je ouders en vanuit je broers. Hey, die is er ook. En zorg ervoor dat die glimlach altijd op je gezicht blijft. Wauw. Wauw. Ja, wow. Ik had dit niet zien aankomen, als ik eerlijk ben. Gravenberg sluit de jeugdopleiding af met de prijs voor talent van de toekomst en mag op dezelfde dag, hij is dan pas 16 jaar oud, zijn eerste contract tekenen. 3 maanden later debuteert hij in de uitwedstrijd tegen PSV en wordt dan met zijn 16 jaar en 130 dagen de jongste debutant ooit. Daarmee stoot hij Clarence Seedorf van de troon. Slechts 3 dagen later speelt hij in de strijd om de KNVB-beker tegen Te Werven en scoort hij de 7-0. Hij is nu ook de jongste doelpuntenmaker ooit in Ajax 1. Had je daarna hele hoge verwachtingen van jezelf? Als ik eerlijk ben, wel. Toen ik debuteerde, daarna wou ik eigenlijk alleen maar minuten in het eerste maken. Ik dacht zeg maar voor mezelf dat ik er echt klaar voor was en ready voor was. En dat liet ik de trainer ook weten, zeg maar. Want ja, je wil natuurlijk echt minuten maken. Je hebt het geproefd en dan wil je meer. Uiteindelijk heb ik dat jaar volgens mij niet meer gespeeld. Dat was lastig. Maar als je achteraf terugkijkt, dan weet je wel dat Jong Ajax echt nodig was. Ik trainde ook super veel met het eerste mee en voetballend ging het gewoon. Alleen het fysieke gedeelte en vooral wat de trainer ook altijd zei, het betrouwbaar worden op die positie, dat was er nog niet. Nee, vond je het niet gemeen dat je wel je debuut mocht maken, maar vervolgens niet meer mocht spelen? Ja, ik zat er wel echt mee een tijdje. Ja, ik zat er echt mee en je wil natuurlijk gewoon minuten maken, maar... wat ik net zei, als je achteraf terugkijkt, heb ik wel echt, heb ik Jong echt nodig gehad, zeg maar. En ik ben blij dat ik dan echt mijn minuut in Jong heb gemaakt, om vervolgens dan echt minuut in Ajax 1 te maken. Wat heb je daar het meeste van opgestoken? Is dat qua voetbal of is dat ook mentaal goed voor je geweest? Allebei denk ik wel. Natuurlijk als je, ik was toen 16 en je speelt gewoon in, toen was het Jupiler League nog volgens mij. Ja. Dus je speelt gewoon tegen kerels, tegen mannen van 27, 28. En ja, ik was wel lang, maar ja, fysiek kon ik er ook nog, wat meer. Dus dat heb ik wel veel geleerd in Jong. En daar ben ik wel blij mee. Ja, en misschien ook op mentaal vlak, dat het de eerste keer is dat je een soort van tegenslag kreeg? Ja, tegenslag, ja. Ja, uiteindelijk wel, want ja, ik zat er wel mee. En uiteindelijk heb ik gewoon ook met mijn ouders gesproken en met mijn broers gesproken. En uiteindelijk is het wel goed voor me geweest. En mentaal was het ook dat ik uiteindelijk gewoon rustig onderbleef en gewoon mijn minuut in Jong meepikte. En het is goed geweest. Het voelt supergoed. Ik ben heel erg blij dat ik bij deze club mag tekenen. En dank je wel. Vroeger was ik altijd een lief klein jongetje, maar nu ben ik meer stout, denk ik. Gravenberg, Australian goalkeeper. Eleganza di Gravenberg, talento fantastico. Heeft Ryan Gravenberg die neergelegd en is het 1-0 voor Ajax.
Ik hou van mijn actie maken, van schieten, van basis geven. En ja, zo kunnen ze me wel zien. En dan is het wel raar. Ja, Ryan Gravenberg maakt hem. Gravenberg mooi meegenomen. Gravenberg, prachtig doelpunt. Gravenberg heeft hem aan Jensen. En ook nog 1-4. Ryan Gravenberg, het grote talent. Nu ben ik eigenlijk onder 17 speler, maar speel ik nu in Jong Ajax. En dan botse knot, Gravenberg die de bal binnenwerkt. Dus ja, ik heb die lichtingen eigenlijk wel overgeslagen. Gravenberg, prachtig gedaan. Noah Lang, schitterende goal. Soms besef ik niet dat ik 16 jaar ben. Ja, ik kwam vast in de A-selectie, weet je wel. Maar toen had ik wel nog super veel wedstrijden in Jong gespeeld. De eerste seizoen zelf. En ja, vanaf het tweede seizoen waren er een paar blessuren gevallen. En toen kreeg ik mijn kans, zeg maar. Uiteindelijk weet de middenvelder een vaste basisplaats in het keurkorps van Erik ten Hag te veroveren. Nog voor zijn 20ste verjaardag treedt Gravenberg zelfs toe tot de club van 100. Een aantal van die wedstrijden hebben een speciaal plekje in zijn hart. Met de buurt natuurlijk. Dit is de eerste. Toen ik jongste doelpunt te maken werd tegen Ter Werven, die vergeet ik ook niet meer. En mijn eerste Champions League wedstrijd was tegen Liverpool, dat weet ik ook nog. Ajax en Liverpool, two of the most famous, most romantic names in European football. It's been a big night for Gravenberg. Vorig seizoen, vorig seizoen zeg maar, tegen PSV, dat we 5-0 thuis wonnen, zeg maar. Toen is het een Johan Cruijffschaal en dan PSV even weer thuis, even een tikkie gaven. Dan is het feest voor Ajax meer dan compleet, is dubbel en dwars terugbetaald. Ja, we waren gewoon zo hongerig, zeg maar, die wedstrijd tegen PSV. Omdat, ja, we wisten gewoon van, Johan Cruijffschaal was gewoon, ja, ik wil dat woord niet zeggen, maar was gewoon een KUT, zeg maar, voor ons. En uiteindelijk, we waren gewoon zo hongerig en dat je ze dan thuis met 5-0 kan verslaan, dat is geen lekkere gevoel, zeg maar. Ajax wint met 5-0 en doet dat met goed, verzorgd, overtuigend voetbal. Voetbal hoort bij een koploper. Ik zeg u eerlijk, ik wil altijd invallen al. Ik wil altijd allemaal met de buurt in Ajax 1 maken. Als het nog als de jongste is, ja, dan kan die smaak eigenlijk niet meer weg. Gravenberg, ja ja, ook hij. Gravenberg, het is 2-0. Ik moet gewoon laten zien dat ik een van de beste ben. En dan is het aan de trainer of hij me opstelt. Gravenberg zoekt en vindt de treffer. Maar ja, als je een van de beste bent, gaat hij dan wel opstellen. 10 maanden geduurd, dus ja, het is wel eindelijk zover. En daar is het 7-0. En dan zit hij erin. Schitterend doelpunt. Ryan Gravenberg. Goal in the season, my guy. Goal in the season. Je krijgt prijzen niet zomaar. Prijzen moet je verdienen. Verdienen. Maar deze heb je echt verdiend. Hoe heet u? Ik? Ja. Ryan Gravenberg. Ik probeer gewoon zo normaal mogelijk te laten zien. Probeert de vrouw stand over de goal, zeg! Wat een goal! Ik vind het ook gewoon leuk dat die boys een handtekening vragen of een foto. Dus dat vind ik ook heel mooi. Ja. Is lekker aan deze wedstrijd begonnen met een paar fraaie staaltjes voetbal. En van afstand Gravenberg met een geweldige boeier voor toch nog de 3-2. Ja, ik kijk toch wel terug met een goed en mooi gevoel. Ook trots, zeg maar. Dat ik toch wel Ajax 1 heb gehad en dat ik 100 wedstrijden heb gehad. En dat ik toch ook wel prijs heb gepakt hier. Mijn mooiste prijs? Ik denk toch wel dat ik vorig jaar, zeg maar, landskampioenschap. Dat ik echt gewoon een aandeel daarin heb gehad, zeg maar. In het hele seizoen. Ik denk dat toch wel mijn mooiste prijs is. De titel betekende voor Gravenberg een mooi afscheid. Maar ook voor trainer Erik ten Hag was het een waardig slotakkoord. De twee hebben inmiddels afscheid van elkaar genomen met een goed gesprek. Ja, we wisten eigenlijk al dat hij weg zou gaan, zeg maar. Dus toen had ik hem ook al daarover gesproken.
En ja, dat was wel een mooi gesprek. Ja. Wat heeft hij nog een wijze les meegegeven? Ja, ook eigenlijk. Dat je daar ga je werken. Dus hij zei ook, je gaat rennen, jongen. Dus nee, dat was wel mooi. En ja, ik ben wel blij dat ik ook hem als trainer heb gehad. Ja, wat heb je van hem geleerd? Is er iets wat je van hem hebt geleerd? Ook rustig blijven. Zeg maar, toen ik net bij het eerste kwam, wat we net over hadden, wou ik echt graag een minuut te maken in het eerste. En hij zei van, ja, het komt wel. Eerst betrouwbaar worden in Jong. En daarna ga je minuten maken. Ja, uiteindelijk is het ja, zo gebeurd. Wat heb je voor reacties gekregen van mensen op je overstap? Op mijn stap? Ja. Iedereen was wel super blij voor me eigenlijk. Ja. Ik heb wel goede berichten gehad. Sommigen zeiden ook van, ja, je moest langer bij Ajax blijven. Je moest nog even wachten. Maar uiteindelijk heb ik ook mooie berichten gekregen. Hoe is het met je Duits? Ja, ik heb nog maar één les gehad. Ik hoop dat ik binnenkort vloeiend Duits spreek. Je zou samen met Noes lessen gaan volgen, toch? Begreep ik. Ja. Ik heb een kleine achterstand omdat ik op vakantie ging. Dus hij heeft al een paar lessen gehad. Ik heb nu mijn tweede les, dus ik moet ze even inhalen. Ja, hij zegt dat hij hem nooit meer inhaalt. Gaat goed komen. Ik vond het eigenlijk wel goed, ja. Ik vond het mooi. Als wat voor man gaat Ryan Gravenberg deze club verlaten? Ja, toch wel een trotse man. Ja, een trotse man.